Het programma Bridging the Gap Between Education and Workforce Preparation is vandaag afgesloten in Hotel Residence Inn. Het programma is ontworpen om mensen van 17 tot 25 jaar met een GLO, LBO, MULO of LTS diploma te helpen vaardigheden te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. 8 kandidaten die in februari zijn begonnen met de trainingen hebben vandaag hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Trainer Wilma Dandel zegt dat deze groep een groeivijver is en er trots op te zijn hoe hard zij hun best hebben gedaan. Het zal nog even duren voordat je in het systeem, in die workflow bent, maar je komt er. Blijf studeren, blijf doorgaan. Pedro, het heeft nog een heleboel andere trainingen die ze aanbieden. En ik wil jullie vandaag motiveren om daarmee door te gaan. Het project wordt gefinancierd door de Amerikaanse ambassade en uitgevoerd door Vida Consultancy and Services in samenwerking met Petroet. Ingrid Hill, vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade, is ook ingenomen met de prestaties van de jongeren en motiveerde hen zich verder te ontwikkelen. Trainee Jessica Starke, die mee heeft gedaan aan de oil and gas training, wil verder in deze richting. Anderen hebben meerdere certificaten behaald, dat is geweldig. Net wat mevrouw Wilma zegt, dit is de start, er zijn nog zoveel meer trainingen. De ambassade stimuleert sowieso trainingen van jongeren, trainingen van ondernemers. Dus ik zou jullie adviseren om van elke gelegenheid gebruik te maken. Educatie is nooit te veel. Je kan er altijd iets mee doen, al is het niet nu, al is het over 5 jaar, over 10 jaar. Maar education is never too much. Heel veel succes verder. En we zien elkaar zeker tijdens een andere training. De oil and gas training houdt in dat we over aardolie leren. Over de aarde. Hoe die machines werken waarmee ze olie drillen. En wat nog meer. Wat voor soort stoffen ze gebruiken. En dat soort dingen. Ik heb het wel. Ik vond het wel leuk en interessant, maar de tweede cursus was wel een beetje lastig voor mij, omdat ik niet zo goed ben in scheikunde, want ik ben van de economische richting. Maar ik heb heel veel kunnen leren erover en het heeft me echt gepusht andere dingen te leren, wat niet in mijn dingen zijn. Ja, in mijn richting zijn. Is. En ik wil over 3-4 jaar misschien in de oil en gas industrie werken. Want ik ga verder studeren, want ik wil een accountant worden, maar misschien ga ik van studierichting veranderen. Dat was Jessica Starke, die vandaag haar certificaat heeft ontvangen van het programma Bridging the Gap en net als andere deelnemers zich verder wil ontwikkelen in deze sector. Dit project heeft niet alleen tot doel de kloof tussen het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt te overbruggen, maar doet een handreiking aan jongeren die door gebrek aan werk in het criminele circuit dreigen te belanden.